Dames en heren, hartelijk welkom bij Theeleuten met Vincent, aflevering 2. Sinaasappelsmaak weer. Oh. Ja, en in deze Theeleut-aflevering gaan we even weer lekker een babbeltje met jullie maken. Een babbeltje die we elke week uitvoeren. Ik heb namelijk iets heel vets. Ik heb het niet eens voorbereid, deze video. Ik dacht, ik ga gewoon lekker opnemen. Ik laat het jullie gewoon zien. Wacht even. Het zit hier ergens in. Ik heb hier namelijk een boekje. En in dat boekje staan gegevens. En die zijn voor jullie leuk en voor mij leuk. Vooral voor mij. Even kijken hoor. Ik heb het ergens getekend. En daarin staat namelijk informatie over mijn kanaal. Kijk. Ik heb het niet. Ja, je kunt niet zo heel goed zien. Maar ik heb een beetje een vast schema bedacht. En ik zal even zeggen, een vast schema voor mijn YouTube kanaal. Dus dat jullie weten, vandaag komt deze video's, vandaag komt dit, vandaag komt dat. En op mijn kanaal was het een beetje zo van, ja, we weten niet welke video's te komen. En daardoor was het voor mij het een beetje onduidelijk soms. Maar op maandag willen we doen even lekker in bed om 3 uur. En om 7 uur willen we theeleuten. S'avonds lekker een lekker theetje. Op dinsdag willen we Disneycraft. En een Disneycraft special. Dus dinsdag is eigenlijk helemaal Disneycraft related. Op woensdag games zoals Theme Park World, No Limits en Rollercoaster Tycoon 3. Op donderdag overleven met Robin Vincent en vrachtwagenchauffeur Vincent. Op vrijdag en een week Assassin's Creed 4 Vraag je Raak Show. Op zaterdag tekenen met Vincent. Op zondag de Zavvi reclames en de aanbiedingen eigenlijk. En de gratis games. Gratis games is echt een heel leuk item. Omdat we spelen echt een fantastisch spel Terra en dat is echt geweldig. En Terra is echt, ja, we hebben nou een paar afleveringen opgenomen en het is verschrikkelijk gaaf. De game is zo mooi, het is jammer, nou ja, jammer, het kost lang, het heeft een lange tijd nodig om te downloaden, 50 gigabyte. En ja, ik zou zeggen download hem, want het is gewoon vet. Nee, maar wat ik wil zeggen ook is over dat schema, ik heb het gewoon zo ingesteld, nog grof, dit is nog grof geschreven. En dat kan misschien nog gaan veranderen. Dus ik ben nog even grof aan het kijken welke series ga ik verder doen. Er komen natuurlijk nog meer series, nieuwere series. Ik bedoel, Watch Dogs komt eraan. Lego de Hobbit heb ik binnen. Ik heb hem binnen, Lego de Hobbit. En ja, die moet ik allemaal nog gaan spelen. Dus ja, ik moet er even mijn tijd voor geven. Dan heb ik nog een verrassing voor jullie. Natuurlijk komt er weer een fantastische boodschap. Ik ben begonnen aan een kleine short film. Ik laat even een preview foto zien. Bam! Dit is een short film die we aan het maken zijn in Minecraft. En het gaat over Disneycraft 2.0. Het is spannend, het is cool, het is met humor, sensatie, spanning. Het zit gewoon fantastisch in elkaar. En een aantal mensen hebben meegeholpen uit Disneycraft. En zoals je ziet op de screenshots, het wordt echt met Shaders Mod echt prachtig, leuk en tof. Dus ik zou zeker volgende week zaterdag komt hij online. Dus eigenlijk aankomende zaterdag. Want dan sluit de server, dan sluit Disneycraft 2.0. En we hebben eigenlijk heel veel in petto. We hebben echt nieuwe attracties die we maken. Dus website zijn we aan bezig. Wordt overzichtelijk. Het hele plein wordt helemaal vernieuwd. De ingangsplein wordt vernieuwd. Je krijgt een nieuwe spawn. Het wordt nieuwe plugins. Je kan niet meer schelden. Je kan niet meer spammen in de server. Het is fantastisch. Allemaal nieuwe upgrades. En die gaan we uitvoeren. Ik vergeet gewoon mijn thee te drinken, jongens. Maar weet je, mijn thee is precies goed. Dat je hem gelijk kan drinken bijna. Weet je wel, je hebt thee, als die net warm is, dat je dan je tong verbrandt, meestal je tong. En dan heb je het hebzuchtig je thee gedronken. Maar als die gewoon goed is, zo'n beetje dat je eventjes kleine slokjes neemt, is het heerlijk om te genieten even op deze maandagavond. Voor een leuke video geef een duimpje. Vergeet te abonneren en zie ik je volgende week terug met een nieuwe theeleuten. We doen nog één keer het intro. En tot de volgende keer. Doei doei!